Hallo, ik ga vertellen over parcours. Parcours is een sport waar je zo snel mogelijk van punt A naar B gaat. Het draait om efficiëntie en vloeiendheid. De geschiedenis van parcours is ontstaan in het Vietnamese oorlog. Er was een persoon genaamd Raymond Bell. Die moest een ontsnappingstechniek uitvoeren om zo snel mogelijk weg te gaan van de soldaten. Nou, van daaruit heeft hij het sport parcours ontdekt. Later heeft hij een zoon genaamd David Bell. Die heeft hij het aangeleerd. David Bell is begonnen bij Yamakasi. Daar heeft hij alles geleerd over parcours. En zo is eigenlijk parcours wereldwijd uitgebreid. Echt duizenden mensen doen parcours. Parcours is eigenlijk spelen. Elk obstakel die je ziet, die gebruik je. Het draait niet om competitie. Het draait niet om wie beter is of wie slechter is. Je helpt elkaar en je voelt je vrij bij parcours. Je gebruikt heel je omgeving bij parcours en dat is belangrijk. Je geest leegmaken en doen wat je wil. Dat is parcours. Op YouTube een video zag van een Rus die van gebouw naar gebouw sprong en ik was echt helemaal gemotiveerd om dat gelijk ook te gaan doen. Dus ik ben er naar buiten gegaan, een beetje over dingen heen lopen springen en op een dag kwam ik een persoon tegen die mij wat meer informatie had gegeven en die zei dat het dus de sport parcours heet. Dus daarom ben ik daarmee verder gegaan en dat vond ik allemaal leuk om te doen. Later had ik dus een vriendengroep opgericht samen met Hawar Ahmad. En die heette Team UG. Het was meer een vriendengroep, gewoon een beetje spelen met elkaar, een beetje lol maken. En toen dacht ik op een gegeven moment van, en mijn hobby die ik doe, dat ik daar mijn werk van kan maken. Dus ik heb daar wel iets mee gedaan. Ik ben toen samen met Hawar hebben wij dus standaard lessen. We zijn begonnen met standaard lessen geven. Dat was dan op de woensdag, dat was in 2009 dacht ik. 2008. En dat groeide op een gegeven moment uit tot een grotere community. Dus er kwamen steeds meer mensen en steeds meer mensen gingen zich aanmelden. Op een gegeven moment heb ik zelf bij de KVK een bedrijf opgericht. En nu is het zo dat we groep ongeveer tussen 100 tot 110 man bij ons trainen. En die vinden het gewoon super leuk om hier discipline, parcours, freerunning, trekking of ADD te volgen. Nou, waarom doe ik het eigenlijk? Wat ik belangrijk vind is dat kinderen, volwassenen of pubers, maakt niet uit wie, dat ze lekker vrij kunnen zijn in bewegen. Je hebt vooral bij veel sporten zo dat je vaste regels hebt, dat je bijvoorbeeld de ene moet je, heb je dat soort regels of je dan word je gestraft. Of dat je bij turnen altijd helemaal gestrakt moet staan, dat je tenen moet staan, dat soort dingetjes. Nou, bij ons is het zo dat je juist vrij bent in bewegen hoe je zelf wil. Dus, belangrijk is dat de deelnemers die bij ons les volgen, leren om een eigen visie te creëren. En met visie bedoelen wij een eigen manier van bewegen. Dat maakt ons zo speciaal. En omdat wij heel erg veel met de mensen omgaan, maar ook buiten de trainingstijden zijn we ook met elkaar aan het trainen. Krijg je een soort hechte band, een soort familiegevoel. En daarom is onze groep zo sterk. Iedereen die erbij komt, maakt niet uit of die problemen heeft of wat er gewoon een kind is dat wat geen probleem heeft. Ze worden gewoon in de groep meegenomen. En ze worden er gewoon samen, wordt het één grote community gemaakt, wordt gewoon één grote vriendengroep. En dat is het leuke ervan. Belangrijk wat ik ook vind is dat de kinderen niet bezig zijn met vernielsen, maar dat ze iets positiefs met hun lichaam doen. Dat zij hun lichaam zo trainen dat ze mentaal en fysiek sterk zijn om de wereld aan te kunnen. En het is gewoon veel, we hebben gewoon veel samenwerking, we hebben veel vriendschap. We doen alles met elkaar, dus gewoon gezellig trainen, samenwerken, opdrachten. Je hebt echt alles met wat we met elkaar doen daar, dat ben juist. En wat belangrijk is dat we ons ook de discipline staat heel hoog aangeschreven. Wij hebben, voordat we gaan beginnen met trainen, gaan we altijd eventjes mediteren. Dat doen wij zodat de deelnemers uit het dagelijks leven even in parcours kunnen komen. En dan even dingen kunnen vergeten waar ze mee zitten. Dan gaan ze lekker trainen, zijn ze lekker vrij. En na de training groeten ook weer af, zodat ze uit de training weer terugkomen in het dagelijks leven. Dus kunnen ze eventjes zijn wie ze willen zijn. Even koers, zeg maar, bij Timon, heb je het goed.